Er zijn drie hele belangrijke trends. De big data trend. Internet of Things, dus het hangen van sensoren in gebouwen, waardoor je het gebruik van gebouwen ook kunt meten. En uiteindelijk ook het combineren daar of het koppelen van machine learning of artificial intelligence daaraan. Nu is het zo dat de klant vindt het pand en in de toekomst vindt het pand de klant. Die slag zal ook nog gemaakt moeten worden met de iets oudere gebouwenvoorraad op de Zuidas. Ik denk dat een goed voorbeeld is het ABN AMRO pand, wat ze de afgelopen jaren op vele manieren hebben verduurzaamd. En dat ook een goed BREEAM in Use label als gevolg heeft gehad. Op zoek gaan naar nieuwe combinaties, op zoek gaan inderdaad naar het combineren van marktkennis aan de ene kant, feiten. Met visies. Dus waar gaat het naartoe? Welke strategieën kunnen we daaraan ontlenen om inderdaad investeringen te doen in gebieden, concepten of voor bepaalde doelgroepen? Wij zijn bezig om een heel groot data warehouse op te zetten, waar we allerlei openbare, maar ook andere bronnen data combineren en doorsneden kunnen maken. En dan de stap maken van niet alleen kunnen verklaren waarom dingen nu zijn zoals ze zijn, maar uiteindelijk ook naar de toekomst veel meer kunnen zeggen. Dus echt predictive analysis, daar willen we heen. Op het moment dat de makelaar een object in de verkoop neemt, dan krijgt hij uit zijn systeem gelijk een lijstje van 10 of 20 namen. Waarbij de bovenste naam een koper is die exact bij het pand past, die kan hij gaan bellen. Ja, en eigenlijk als die dan nog steeds op zoek is naar een pand, dan is die gelijk klaar.